zal iedereen zeggen, ja, het valt wel mee, maar we moeten met de oorlog in de Oekraïne en de COVID-epidemie, pandemie, dat is allemaal toch verschrikkelijk erg. Ik denk dat dat toch, hoe erg ook, op zichzelf niks afdoet aan de algemene boodschap van Hans Rosting, namelijk dat de wereld er eigenlijk in allerlei opzichten goed voor staat. Het Verlossum, kunt u mij horen? Als je het nieuws een beetje volgt, dan denk je, het gaat rampzalig met de wereld. Waar moet dit naartoe? Er is een auteur die heeft een boek geschreven waarin hij uitlegt waarom het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat met de wereld. En waarom we ook een verkeerd beeld hebben. En daarover gaan we het zo meteen hebben in deze aflevering. Maar we zijn nog een paar dingetjes vergeten van de actualiteit. Die moeten we toch even aanstippen. De ballon en de UFO's in Amerika en in Canada. Dat zo meteen. Maar eerst eventjes nog die muur aan de grenzen van Europa. Het hek, oh ja. Ja, dat is van een... Ten eerste staan er al hekken bij mijn weten daar in Griekenland. Ja. Zijn heel duur? Ja, hekken zijn duur en ze helpen niks. Dat weet ook iedereen natuurlijk. En ze willen nu dat Europa betaalt. Hoe zou je precies aan de zuidkant en aan de zuidoostkant van Europa een hek moeten zetten? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Ondoenlijk. Als je denkt dat het lui zelfs in bootjes oversteken naar Engeland, dan kun je wel voorstellen dat een hek, hoezo moeten we om de hele Italiaanse laars een hek zetten? Ja, ik zit nu wanhopig te denken, ga zo een boek bespreken, maar nu is de kwestie dat ik in mijn vergeetachtigheid de titel vergeten ben, maar dat moeten we eigenlijk even opzoeken. Ja, dat kunnen we wel even doen op de telefoon. Ja, het is... Zoek het even op de telefoon. Ik moet even de vliegtuigmodus eraf halen. Want het is een boek over feiten. Facts. Oké, even kijken. Dan tik ik dat in. Facts heb ik nu ingetikt. Wat nog meer? Een boek over facts. Boek? Van een Zweedse meneer. Swedish. Hans. Heet die Hans? Rosling. Hans Rosling, oké. Even kijken. Factfulness. Juist, factfulness. Hoe is het mogelijk? We are wrong about the world. Het hele boek gelezen, dat is toch ook wat? Heb je nooit dat je zegt, ik lees dit zo'n leuk boek te lezen, en dan zeggen mensen, hoe heet het? En dan ben je, weet je eigenlijk niet direct hoe het heet. Dat klopt. Ik heb titels van boeken moeten ook zo simpel mogelijk zijn. Ik heb dat ook altijd met dingetjes op Netflix. Ik ga dus een boek bespreken, dat heet Factfulness straks. Okay. Maar we moeten het natuurlijk even hebben over de actualiteit. Ja. En dat is een hek, dat lijkt mij zonde van de centen. Het lijkt mij dat verstandige oplossingen moeten kunnen worden gevonden voor het hele probleem natuurlijk van migratie naar Europa. Maar ja, je weet dat besluitvorming over deze zaak, vorming van een serieus houdbare politiek, geblokkeerd wordt door landen die er helemaal niks mee te maken willen hebben. Dat is natuurlijk een probleem in de Europese Unie. En op een goede dag zal er dan toch een besluitvorming moeten zijn. Weer is misschien een punt om na te denken over de vraag of bij bepaalde dossiers vetorecht wel zo verschrikkelijk praktisch is. Maar een hek is flauwekul. Dat heb je natuurlijk ook, die hekkerij, dat hebben we natuurlijk ook in Amerika. Nee, in Europa, dat is nog een normale landsgrens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Maar waar het hek overigens nooit helemaal voltooid is, bij mijn weten nog steeds niet. Nee, want kijk naar de zuidkust van Europa, hoe complex die is, dat begint als een beetje in Gibraltar en dan omhoog. En dan heb je nog al die eilanden natuurlijk, want als je natuurlijk erin slaagt om naar Corsica of naar Sardinië, om daar aan land te gaan, dan ben je ook of in Italië of in Frankrijk enzovoort. Dus een hek is flauwekul. Een hek is altijd symbolisch. Je weet, de Israëli's hebben ook een mega hek tussen hun gebied en dat van de Palestijnen opgericht. Dat is zo lekker als een mandje, maar vrij voor de hand liggen de reden dat een hoop Palestijnen die werken in Israël, dus die moeten toch door het hek gelaten worden. Wat ook een droevigheid, nietwaar? Die regering van Israël. Jongen. Israël wordt ook wel bezocht. Hetzelfde probleem als met Erdogan, die Netanyahu. Ja, daar moeten ze een keer vanaf. Je ziet dat hij tot alles bereid is om weer aan de macht te komen. Met de huidige zittende regering in Israël, waar dan ook voortdurend tegen geprotesteerd wordt. Of het effect zal hebben, dat moeten we dus afwachten. Ik vind het wat tragisch. Ik heb altijd medelijden met landen die met zo'n man komen te zitten die ze niet meer kwijt kunnen.
De ellende die, die Trump heeft aangericht. En in feite nog aanricht, omdat de kans nog steeds aanwezig is dat. En wij hebben toevallig een minister-president die er al 12 jaar zit. Oh, dan zegt die man de boel weer uit. Die er al 12 jaar zit. Ook dat je denkt, te lang, niet goed. Amerika heeft een fantastisch beginsel. 2 keer 4 jaar, that's it. En als je het in 2 keer 4 jaar niet kan, dan maar niet. Geweldig idee, naar mijn idee. Een van de weinige nuttige onderdelen van de Amerikaanse constitutie. Die zou eens pas heel recent hebben, want die, het amendement dat de president maar 2 termijnen mag hebben is van 53 of van 52. De Republikeinen waren zo doodsbang dat ze er, nee, dat de Democraten een nieuwe Roosevelt zouden vinden, dat ze denken, beperken het. En wie werd er toen president aan de Republikeinse kant? Dwight Eisenhower. Wie had er moeiteloos een 3e termijn kunnen krijgen? Dwight Eisenhower. Zo zie je. De geschiedenis is vol van ironie in feite. Ja, dus een hek, dat is flauwekul. Symbolische flauwekul. Maar het is natuurlijk voor de hekproducent een top opdracht natuurlijk om hek te zetten. Hè? Moet je eens denken, als het ervoor dat wij uit de EU zouden gaan. Want dan mag er dus in Nederland geen emigrant meer in. Dat we dan een hek moeten zetten. Waarbij natuurlijk toch de kwestie is in Nederland. Zet je ook een hek om Limburg? Dat is wel een heel, heel, heel onvoordelig hek. Zou het gewoon niet handiger zijn om eigenlijk het hek te... Om de Eindhoven door te laten lopen? Ja, zoiets eigenlijk. Dat zou het misschien zijn. Dus dat je ook de Gelderland en dan even een eindje naar beneden en dan... Ja. Brabant erbij, maar dat Limburg, dat is toch... Maar als de boel je overstroomt, willen we misschien wel naar Limburg toe. Want dat ligt lekker hoog. Maar het ook overstroomt, zoals je weet. Ja, in het zuiden wel, maar er zitten ook heuvels. Ja, het zijn wel fijne heuvels, dat moet ik zeggen. Ja, dat je in eigen land eigenlijk heuvels hebt, toch? Ja, maar ik denk... We hebben wel een heel wonderlijk land qua constructie dan. Maar goed, laten we het voorlopig maar zo houden, want we gaan niet uit de Europese Unie. Ja, daar was ook nog 1 vraag over, want je hebt het over referenda gehad deze week. Iemand stuurde een brief van, vind je eigenlijk niet, Maarten, dat we toen we van de gulden afgingen, dat we daar met z'n allen een referendum over hadden moeten organiseren? Nee, ik ben tegen referenda. De Nederlandse volksvertegenwoordiging heeft dat in de tijd goedgekeurd. Nou ja, dat is natuurlijk, dat besluit is al, dat dateert van de jaren 90 al. We hebben het langdurig aan zien komen. Dat is toch mooi inspraak van de burgers? Er is wel politieke kwesties, was natuurlijk wel wie gaan er in de eurozone en wie niet. En ik meen dat juist Salm meerdere malen heeft gezegd, ja, Italië en Griekenland moeten we er niet in doen, want dat zijn totaal onbetrouwbare landen, budgettechnisch. En ja, dat kon natuurlijk niet, omdat Italië, ja, een van de 6 oprichters van de Unie was, en ja, je kon Italië moeilijk weren. Maar goed, we weten dat Italië altijd kwetsbaar is op dit punt. Vanwege die enorme staatsschuld die ze hebben. Waarbij de ECB ook wel rekening mee houdt. Hè? Dus dat zodanig als de ECB natuurlijk fors de rente gaat verhogen. Hé, daar hebben we DHL. Met die neef van Max Verstappen achter het stuur. Jongen, lekker scheuren, hè. Ze hebben altijd haast, die lui. Maar vind je referenda niet mooi, met inspraak van de burger? Nee, ik ben 100% tegen referenda. Ik ben graag bereid om daar een half uurtje aan te besteden volgende keer. Maar ik ben tegen referenda. Ik kan je ook graag fijn uitleggen waarom referenda in feite verrassend ondemocratisch zijn. Denk aan onze ongelukkige referenda in deze eeuw al. Hè. We hebben natuurlijk het EU-referendum gehad over de grondwet van de EU. Wel een volstrekte mislukking naar mijn idee. En toen natuurlijk nog 2 referenda. 1 over het handelsverdrag met de Oekraïne. En 1 over de sleepwet. Moet je weten dat ik een falikante tegenstander was van de sleepwet. Een van de meest ongelukkige en stomzinnige wetten die er in Nederland zijn aangenomen. Maar ja, ik was tegen referenda, dus ik kon toch niet gaan stemmen. Ik heb mezelf vastgebonden aan de poten van mijn bureau. En ik heb niet gestemd, maar goed. Ja. Ja, ik zou ook in elk politiek programma opnemen. Maar over de hele linie zijn referenda hele ongelukkige manieren om de zogenaamde volkswil, niet waar, om die te peilen. Opkomst is nou, maar ik zal er een extra half uurtje aan besteden waarom referenda, niet waar, niet juist zijn.
en mijns inziens strijdig met de kernbeginselen van de parlementaire democratie. Oké, okay. Dan ga je nu dat boek doen. Weet je de titel nog? Factfulness, juist. Hans Rosling. Factfulness gaat over een zaak die mij toch wel enigszins te harte gaat. Overigens kun je ook nog lezen van Steven Pinker. Dat boek heet Rationalism. Daar staat ongeveer hetzelfde in als in Factfulness. Die Pinker is wel een beetje zelf ingenomen figuur. Beetje een ijdel tuit naar mijn idee. Dat ben je zelf, Van Rossum. Nou ja, ik vang ondervang vaste reacties op alles wat ik zeg. Dus ik vond Rosling is veel bescheidener en je hebt het ook sneller uit, is iets minder pretentieus. Hij schrijft ook niet over filosofische ideeën. Hij gaat niet de cultuurpessimisten te lijf zoals Pinker doet. Dat is op zichzelf wel weer amusant. En bovendien is er een soort Nederlandse versie van ditzelfde idee. Namelijk van God Allemachtig, Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS. En dat heet Met ons gaat het nog steeds goed. Een alleraardigst, bijzonder instructief boekje. Waar ik vooral het hoofdstuk over de economische gelijkheid en ongelijkheid warm kan aanbevelen. De bruto ongelijkheid is inderdaad fors toegenomen. Maar de netto ongelijkheid is in de afgelopen 30 jaar in Nederland niet significant toegenomen. En dat legt hij keurig uit aan de hand van statistisch materiaal. Al die drie die boeken hebben in essentie dezelfde boodschap. Het is met de wereld lang niet zo slecht gesteld als wij denken. En eigenlijk was die Rosling daar het eerste bij. Dat boek, dat Factfulness, is van al een paar jaar oud in ieder geval. Maar aan de essentie van het boek doet het niet af. Al zal iedereen zeggen, ja, het valt wel mee. Maar wat moeten we met de oorlog in Oekraïne en de COVID-epidemie, pandemie. Dat is allemaal toch verschrikkelijk erg. Ik denk dat dat toch, hoe erg ook, op zichzelf niks afdoet aan de algemene boodschap van Hans Rosling. Namelijk dat de wereld er eigenlijk in allerlei opzichten goed voor staat. Veel beter dan de meeste mensen denken. De meeste mensen denken toch, ja, we hebben de welvarende wereld, of dat de wereld in elkaar zit, de West en de rest. We hebben de welvarende wereld, dat zijn wij zelf natuurlijk, en de hele rest van de wereld is straatarm. En we hebben allemaal TBC, en de kinderen gaan allemaal dood. Dat is verschrikkelijk gewoon. Dat is dus niet zo. Heel simpel, dat is niet zo. Wat is de wereldwijde levensverwachting op dit moment? 70, 71 jaar. Dat is de levensverwachting die wij nog 30 jaar geleden hadden. Inderdaad, in een aantal West-Europese landen is de levensverwachting nog weer doorgestegen. Als je nu in Nederland wordt geboren als vrouw, dat is natuurlijk ook een toenemende mate in kwestie. Laten we daar nou geen kinderachtigheden over gaan debiteren. Dan heb je een levensverwachting van 83 plus jaar. Bij geboorte dus, hè? Want dat betekent dat al die meisjes die een ongeluk krijgen met hun driewielertje of wat dan ook, dat is al gecompenseerd in die cijfers. Dus je hebt als vrouw in feite, als je niks vervelends overkomt, je krijgt geen afschuwelijke ziektes, heb je een prima kans om dik in de 90 te worden, daar komt het eigenlijk op neer. Hebben we het vorige keer niet gehad over mijn statistische levensverwachting? Daar stond ik toch wel enigszins. Het is statistiek, dames en heren. Het kan zijn dat u veel eerder van mij verlost wordt. Dan kan misschien VI een speciaal feestprogramma organiseren. Niet waar, met verschillende foto's van de uitvaart. Ja, sorry. Ik heb gelukkig nog 9 jaar te gaan of zoiets dergelijks. Statistisch. Ik kan morgen doodvallen, maar statistisch heb ik nog 9. Daar keek ik zelf wel van om, moet ik zeggen. Maar goed, dus de mondiale levensverwachting is 70. Dat is uniek. En natuurlijk, iedereen die een klein beetje van demografie weet, die weet hoe dat komt. Dat komt door de radicale daling, niet waar, van de kindersterfte. Het was in de meeste landen normaal tot betrekkelijk kort geleden als het maar erg genoeg was, de helft van de kinderen voor het 5e levensjaar doodging. Nou, dat is eigenlijk vrij radicaal een eind aan gemaakt. Als je kijkt naar de kindersterfte per 1000 geboorten, dan zie je dat radicaal
verminderd is. Vandaar natuurlijk dat de gemiddelde te verwachten leeftijd fors is gestegen. Rosling heeft een vrij simpel systeem ontworpen. Dat er zijn vier inkomenscategorieën. Categorie 1 is dat een gezin een inkomen heeft van $1. Categorie 2 is het inkomen is $4. Categorie 3 is $16. En categorie 4 is $64 per dag. Dat zijn inkomens per dag voor een familie. Nou, je begrijpt, $1 per dag, dat is echt extreme armoede. Met alle ellende van dien. Dat is in de huidige wereld, is dat nog maar 6-7% van de wereldbevolking. Dus dat is een hele kleine minderheid. Wij, zeg maar West-Europa, Nederland, zit in de categorie 4. Dat is een fors deel van de wereld tegenwoordig. Ik denk wel een kwart of zo. Weet ik niet precies, ben ik vergeten. En de hele rest zit in het midden. Dus de hele rest van de wereldbevolking is niet straatarm. Leidt niet allemaal aan TBC. De kindertjes gaan niet allemaal dood. De meisjes moeten niet allemaal thuis blijven om de was te doen. Kortom. In 1 en 2, daar zitten natuurlijk nog wel weer verschillen tussen, kun je in feite een redelijk leven leiden. Ook als je naar vaccinatie kijkt, dan zie je dat 3/4 van de wereldbevolking is heel behoorlijk gevaccineerd. In 3/4 van de wereldbevolking kunnen de meisjes gewoon naar school. Afghanistan is een uitzondering in allerlei opzichten. Al kunnen ze daar misschien nog wel naar de lagere school, dat weet ik niet precies. Nou, zo zit dit hele boek in elkaar. Dat eigenlijk de ruime meerderheid van de wereldbevolking heeft geen honger, gaat niet vanzelfsprekend dood aan allerlei verschrikkelijke ziektes. Er is wel eens een uitbraak, ebola, dat kan, niet waar. Maar goed, dat is niet een, laten we zeggen, planetair mondiaal probleem is het niet. En bovendien zie je dat bij een hele reeks van ziektes, er zijn ziektes die volledig uitgeroeid zijn. Er zijn ziektes waar we toch in no time een vaccin tegen ontwikkeld hebben. Daar is de COVID een prachtig voorbeeld. Iedereen zei, ja, dat kon wel 2 jaar gaan duren. En, nou, binnen een jaar eigenlijk hadden we met dat mRNA hadden we eigenlijk een nieuw soort van vaccin gebouwd. Wat ook relatief makkelijk aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden. En eigenlijk bij alles waar je kijkt, zie je dat de toestand vooral, gek genoeg, de laatste 20-30 jaar spectaculair verbeterd is. Waar natuurlijk mee gecalculeerd wordt, dat begrijp je wel, dat in een land als China in de afgelopen halve eeuw honderden miljoenen mensen uit abjecte armoede zijn opgestegen naar niveau 2 en 3. En deels misschien in de grote steden her en der ook wel naar niveau 4. Want bij niveau 3 kun je al een autootje of een motorfiets of je hebt een ijskast, je hebt een kleuren tv, dat kan allemaal al op niveau 3. Op niveau 4 kun je ook vakantie met een vliegtuig gaan organiseren en al die andere overbodigheden waarmee wij ons leven vullen. Hoe worden die niveaus afgebakend? Door die simpele berekeningen te maken van $1 per dag, $4 per dag, $16 per dag. Dat is natuurlijk een ruwe maat. Hè. Het gaat er eigenlijk voornamelijk om dat hij zegt, de wereld is niet de West en de rest. De wereld bestaat niet uit miljarden hongerlijers die verschrikkelijke ziektes hebben, die geen enkele kans hebben in het leven, die geen enkel uitzicht hebben op een fatsoenlijk bestaan. Dat is niet zo. De overgrote meerderheid van de wereld zit in die twee middengroepen. Dat is eigenlijk zijn verhaal. Nou, dat gaat natuurlijk, hij was medicus, dus dat gaat ook onder andere over vaccinatie en allemaal dat soort van dingen. Maar ook als je kijkt naar, neem zoiets voor de hand liggend als vliegen. Ik kan je verzekeren dat vliegen in de jaren 30 echt levensgevaarlijk was. Vliegen is 2100 maal zo veilig geworden als het was in de jaren 30. Vliegen is, als jij straks naar huis rijdt, Een vluchtje naar, zullen we maken, naar Toulouse, is veiliger dan wanneer jij in Utrecht met je Audi naar huis rijdt, bij wijze van spreken. Nou ja, hoe vaak hebben we grote ongelukken, hè? En dan, nou ja, ik zit even te denken.
Nou ja, maar met die Max, hè, dat was twee keer, notabene de Boeing zelf georganiseerd. Dat is pas dramatisch natuurlijk. Dat is luiigheid en duitendieverij eigenlijk de oorzaak is van twee hele grote ongelukken. Maar wat dacht je van het verkeer? In Nederland is in 1974, schat ik dat het was, vielen er in Nederland 2400 doden in het verkeer per jaar. Nu zijn dat er 600 ongeveer. Het is ietsje opgelopen door de komst van de elektrische fiets voor bejaarden. Ja, die bejaarden die zijn natuurlijk helemaal niet gewend aan snelheid en zo. En ondanks het feit dat ze tegenwoordig schijfremmen hebben op de fiets. Dat begrijp ik ook. En een helm? Wat? Een helmpje hebben ze ook op? Ja, maar dan moet je boven een bepaalde snelheid toch alleen. Ja, maar ze rijden altijd heel hard, zie ik. Man, ze rijden als gekken. Hè? Joh, ik zag laatst een kennis door het park komen op een elektrische fiets. Nou, ik dacht, dat is levensgevaarlijk. Dadelijk gaat hij door de geluidsbarrière. Het heeft wel geleid tot een hele snelle technologische verandering van de fiets. Hè? Ik vind die moderne fietsen met die schijfremmen. Waarom waren die schijfremmen? Waarom zijn die pas de afgelopen jaren op fietsen gemonteerd? Je had die suffe knijpremmen in het Tour de France. Als ze met 90 kilometer naar beneden moesten op zo'n Alp, dan moesten ze in die suffe schijfremmetjes. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. En toen mochten, wat ze niet wilden, was dat sommigen wel schijfremmen en anderen niet. Want dan kon er gevaar ontstaan doordat de ene wel goed kon remmen en de andere weer niet. Wat voor remmen wil jij dan? Schijfremmen natuurlijk. Ja, schijfremmen komen van vliegtuigen. Vliegtuigen hadden in de jaren 30 al schijfremmen. Dat auto's die pas veel later hebben gekregen, is dat de auto-industrie, die doet alleen dingen als je ze onder druk zet. Ze moeten zuiniger zijn. Ze moeten binnen x meter kunnen remmen vanaf 100 kilometer per uur. Ze moeten, je stelt voorschriften. En dan blijkt de auto-industrie prima in staat te zijn om op de kortst denkbare termijn alle mogelijke dingen te construeren, waardoor bijvoorbeeld autorijden veel veiliger is geworden. Ik weet niet, denk aan hoe heet het, de veiligheidsgordel. De veiligheidsgordel is het goedkoopste middel waarmee het grootste aantal levens zijn gered wat ooit door de mens is bedacht. Ja, want nog steeds zijn er, als je kijkt naar hoeveel ongelukken er wereldwijd gebeuren per jaar, dodelijke ongelukken, dat is 1,5 miljoen of zo. Amerika heeft op de weg veel meer, daar zijn veel meer doden gevallen in het verkeer dan in alle oorlogen die Amerika ooit gevoerd heeft bij elkaar opgeteld. Nou, we zijn ook natuurlijk Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben maar Amerikanen niet zo heel veel slachtoffers te betreuren. En cijfers zullen in Rusland anders liggen, maar toch, het geeft wel aan wat een gereguleerde, gestructureerde moordpartij het verkeer in allerlei opzichten is. Want jij, nou ja, als je met die dingen 100 gaat rijden, het is de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is, die is fors. Dus de energie die je dan ook hebt als je zo hard rijdt, die is ook gigantisch groot. Dus ja, je ziet dat bij vrijwel alles is significant verbeterd in de afgelopen halve eeuw. En we kunnen mogen aannemen, maar ook in India, nietwaar, is al een groot deel van de bevolking heeft zich al onttrokken aan abjecte armoede. Ja, die is er nog wel op sommige punten en sommige landen, deels ook in Afrika natuurlijk. En dat niet alleen, maar ook het aantal geboortes is al zo dat je vrij redelijk kunt voorspellen demografisch dat de wereldbevolking ergens, ik geloof in 2060 of zo, de top bereikt en dat het daarna gaat dalen. Dus het aantal kinderen, dat is wat in 2100 zal leven, is al gelijk aan het aantal kinderen wat nu ook leeft. Wat aanzienlijk toeneemt in de komende eeuw, in deze eeuw, sorry, is het aantal ouderen. Dus dat al die mensen zoals ik, die dus zo ongelooflijk oud worden, dat gaat heel veel mensen overkomen. Denk maar aan het feit dat de levensverwachting voor mensen planetair al 70 is. Ja. Dus dat zal maar verder gaan toenemen. Medische wetenschap zal in allerlei opzichten nog effectiever worden dan die toch al is. Ik ben daarvan een prachtig voorbeeld.
Kijk, zonder de vorderingen van de medische wetenschap was ik voor mijn 60ste dood gegaan. Namelijk aan die verrekte galstenen van mij. Ja. En daarna was ik dood gegaan vanwege die afgerukte klep natuurlijk. Dus ik ben al, door de medische wetenschap ben ik al 2 maal voor de poorten van de dood weggesleept. Ja. Vandaar dat ik ook geen schuine moppen wil horen. Ik wil mijn tijd beter, effectiever en constructiever gebruiken dan in mannengezelschap schuine moppen te gaan vertellen. Sorry dat ik dit er weer even tussen heb gevrongen. Ik kan niet laten daar toch iets over te zeggen. Omdat het steekt me dat deze zaken verkocht worden als wat fijn, even ontspannen. Hoef je ze even niet te tobben. Dat zeggen luisteraars, hè? En dan op die manier, ja, dat zeggen luisteraars. Die zeggen, die Van Rossum snapt er niks van. Ja, wat is toch een armoeverschijnsel, sorry hoor. Je hoeft van mij helemaal niet al die VPRO-films op zondagavond te kijken, maar dit is toch wel armoe. Als toch VI je ontspanning is, sorry, dat is echt armoe. Dat is geestelijke armoe. Sorry. Kunnen ze zich weer de hele week over opwinden. Dat is wel weer een fijne gedachte. Daar leven ze van, hè? Van ophef en... Ja, dat begrijp ik. Ophef en vertier. Was er niet... Niet een roman van Zwageman die Ophef en Vertier heet. Ja. Dat gaat toch wel een radioprogramma volgens mij. Kunnen. En Mediacourant zal het ook wel weer overnemen. De Mediacourant, ja. Die weet het altijd verbaal zo te... Dat je denkt, God allemachtig. Dit leidt tot een bloedige oorlog. Dit kan niet anders. Ze hadden het laatst ook gedaan met de slimste, hè, wat je hier had gezegd toen. Ja, het is al, ja, wat had ik gezegd? Ja, dat het van die Tina Nijkamp... Ja, dan zeg ik iets... En dan zeggen ze in de Mediacourant, Van Rossum rekent meedogenloos af met, u voelt het maar in. Dat wil Van Rossum helemaal niet. Ik haat niets of niemand. Ik ben helemaal niet meedogenloos. Ik heb alle empathie. Nogmaals, er mogen miljoenen mensen elke dag naar VI luisteren. Daar lig ik helemaal niet wakker van. Als ik het maar niet hoef te doen. En als de reclame daarvoor maar niet zo ongelukkig en stomzinnig zou zijn. Je had gezegd dat Tina Nijkamp een lulkoek verkondigt. Over de dalende kijkcijfers van de slimste. Oh ja, precies. De dalende kijkcijfers. Dit kan Tina volgens mij ook niet waarmaken, eerlijk gezegd. Omdat Tina rekening had moeten houden met het feit dat de kijkcijfers van de slimste mensen ook een soort wekelijks traject vertonen. Moet je maar eens opletten. Maandag dan zit iedereen. Maar slimste mens begint weer. En dan in de loop van de week zakt het vaak een beetje weg. Ja, het kan ook soms weer terugkomen. Het kan ook deels door de kandidaten gestimuleerd worden. Het ging mij om het punt dat er geen sprake was van structurele vermindering van de kijkers. En dat suggereerde zij dat het geval was. Bovendien suggereerde ze nog bij, waar ze natuurlijk helemaal geen schijn van het bewijs voor had, dat dat te maken zou hebben met wat we al besproken hebben. Niet waar de nationale discussie over de stomheid van de kandidaten. Die nergens op slaat, weten we nu. Omdat 2 mensen het zelfs even nageteld hebben. Ik vond het heel verdienstelijk van Yves, van het programma van Jinek, eerlijk gezegd. Ja, ik dacht dat die man professor was. Maar goed, dat is dan even een foutje. Hij is journalist. Ja, kennelijk. Ja. Hij maakt een professorale indruk. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hij heeft ook zo'n hele lage stem. Ja, misschien kan hij zo'n barret opzetten of zo. Ja, maar het is een leuke man, Roelof Hemmen. Ja, een leuke man, oké. Okay. Ja, ik heb hem wel eens gesproken, een hele aardige man. Oké. Okay. Wat ik verdienstelijk vind, is dat je dus niet zegt van, maar dat je het even, je kijkt even of het zo is, nee. Ja. Wat heel simpel is. Klopt. Alleen de kijkers zitten er niet op te wachten, want de kijkcijfers gaan niet zo goed van Jinek. Nee, dat is jammer voor meneer Hemmen natuurlijk dan. Ja. Maar zit daar ook niet een enorme fluctuatie in, afhankelijk van waar het over gaat? Moet je Tina Nijkamp eens vragen. Die kan het allemaal uitleggen. Hmm. Ja, je weet dat ik van mening ben dat het hele talkshow-formaat op de helling moet. Dat zei die man van Avrotros toch? Die zei van, we moeten af van die talkshows bij de NPO. Dit is een meningencircus. Ik ben het daar wel mee eens. Dat we zeggen, dat mag er best één overblijven. Maar dan moet dus heel goed over na worden gedacht hoe je dat gaat doen. En hoe dat een zekere scherpte, maar toch lichtheid zou kunnen hebben. Maar jij zit ook heel vaak je mening te verkondigen. Nou, dat valt wel mee. Want in het algemeen wordt er afgesproken dat ik een kwartier mijn mening mag verkondigen. En daarna blijkt er precies 2 minuten en 10 seconden over te zijn voor mijn mening.
En aangezien ik dan ondertussen me heb zitten winnen, niet waar, verpest ik ook die 2 minuten 10 seconden nog met door opgewonden te protesteren. Weet je, dat is dan wel vrij suf. Heb je Sven nog gesproken daarna? Nee, maar god, je moet dat allemaal vaak niet zo persoonlijk zien. Oh. Zo, in principe is dat niet persoonlijk. Meneer, ik weet niet of u nog luistert, maar ik ga iets over Rutte zeggen. Rutte is een alleraardigste man. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is mijn persoonlijke vijand niet. Nee, ik heb helemaal geen persoonlijke vijanden in de politiek of in de landen. Nou ja, maar er zijn mensen die zouden zich daarvoor kunnen kandideren, maar op dit moment, nee, heb ik die niet. Ik ben helemaal geen hater of hoe heet het, supporter van geweldsgebruik. Het absolute tegendeel is het geval. Ik ben echt de meest vredelievende en empathische man waar u ooit naar geluisterd heeft. Heb je Rutte wel eens ontmoet? Ja, ik heb... God, het is lang... Ja, het is maar net wat je ontmoeten noemt. Je ziet het wel eens in... Ik kwam hem nog eens tegen in de stationshal in Utrecht. En goed, heel beleefd. Maar ik heb wel eens... Lang voordat hij... Volgens mij was hij toen nog staatssecretaris... van sociale zaken, dat is lang geleden, heb ik een kerstuitzending samen met Rutte gemaakt. Ik heb geen idee. Ja, ik wist ook niet dat hij het ver zou brengen in de politiek, maar wat ik me van herinner was het verder een hele leuke kerstuitzending. Ik heb ook wel eens een kerstuitzending voor RTV Utrecht met Rita Verdonk gemaakt. Nou, dat vond ik helemaal niet leuk. Moest u het toen samen maar in de kerst... Maar ook Rita Verdonk, heb ik daar de pest aan? Ach nee, helemaal niet. Moest u die samen in de kerststal? Ja, ik weet niet hoe dat... Er waren heel veel takken en ontzettend veel kerstbomen. Ze overdrijven in die studio's altijd. Hè. Er staat dus niet 1 kerstboom. Er staan 6 kerstbomen die niet gewoon een normale ballendichtheid hebben. Maar waar ze echt 100 ballen in gevrommeld hebben. Hè. Dat vind ik ook zo raar. Die kerstbomen waar je... Nou ja, het is eigenlijk, je hoeft eigenlijk helemaal geen boom te hebben. Je moet een ijzeren frame hebben. Daar hang je dan al 300 ballen op. Hè. Waarom zo overdadig ook weer? Waarom niet in een klein, simpel, elegant boompje? Liefst met echte kaarsjes. Ja, ik weet het, je moet erop letten. Je kunt dat ding niet de hele dag aanhouden met echte kaarsjes. Maar het is wel totaal anders. Ik heb dat nooit meer gezien dat iemand het met kaarsen doet. Nee? Nee. Jij wel? Nou, ik moet zeggen, wij zijn ook gesneuveld voor het elektrisch licht. Maar wij doen helemaal geen kaars, geen kerstboom meer. Dus dat speelt eigenlijk geen rol. Maar ik vind die overdreven gevulde kerstbomen, dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest. Hè? U weet dat kerstfeest heeft werkelijk niets te maken met de oorspronkelijke christelijke boodschap. Kerstfeest is een hele, hele, hele oude viering van de lichtwisseling. Die zich per slot verrekening in, wat is het, bij het begin van de 3e week van december... Voltrekt. Je kunt nu al goed merken dat we al een stuk meer licht hebben aan het eind van de middag. Heerlijk, ja. Ik vind het ook altijd een hele wonderlijk. Kijk, nu heb je al zo'n dag dat het dat toch iets van het voorjaar in de lucht ja, zit. Dat klopt. Hè? Ja. Als je nou in het park gaat kijken, de krokusjes bloeien ook. Het is altijd toch een heel, heel mooi moment, is dat naar mijn idee. Ja. Heb je alles over het boek gezegd? Want er zijn dus 3 boeken. Dus. En u kunt ze in principe... Ik zou zeggen... Ik zou echt zijn dat als u nou toch zelf iets wil lezen... Neem Rosling. Dat is weinig pretentieus. Dat is feitelijk, voor zover ik dat kan zien, correct. Wat erin moet staan, staat er ook in. En ik vind dat boek van Van Mulligen... Dus het gaat ons... weet ook weer... Met ons gaat het nog steeds goed, dat is de juiste titel. Dat is een enorm nuttig, feitelijk boekje. Zonder dat het ook in de verste verte polemisch is. Het is simpelweg statistisch materiaal. En daar kun je toch een hoop van opsteken. Het is eigenlijk een structurele bestrijding van 8 mythische voorstellingen... die bijzonder negatief zijn en die gewoon simpelweg niet juist zijn. Wat vragen van luisteraars? Dus een meneer die luistert altijd in de auto, maar hij zegt, ja, omdat mijn vrouw u vrij monotoom vindt en mijn kinderen liever naar kinderliedjes luisteren, kom ik er niet vaak aan toe. Maar ik heb wel een vraag en dat gaat over de podcast.
Onlangs heb ik een Tesla aangeschaft. En het bevalt mij enorm goed. Alleen vraag ik mij af of de magnetische velden die aanwezig zijn door de grote batterij schadelijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld mijn kinderen. Zelf meet ik op een van de kinderstoelen 20.000 nanotesla. En om een beeld te geven, mijn magnetron die aanstaat geeft aan de buitenkant 10.000 nanotesla. Oh, ik zou dat niet weten in hoeverre dat... Ik neem aan dat deze problemen, dat daar voorschriften voor zijn. En dat er dus metingen zijn uitgevoerd. En dat de ding stoelgalerij, je hebt natuurlijk ook in Amerika zo'n wegenverkeersorganisatie. En ik neem aan dat het ook in Europa is een Europese instelling, die in het algemeen een stuk strenger is dan een Amerikaanse instelling. En die houdt zich bezig met met autoveiligheid. Dat zijn die botsproeven, hè? Je kunt er 5 sterren halen in Europa. Was er ooit zo'n Chinese auto die bij de botsproef in 100 stukken uit elkaar viel. Het was niet zo solide geconstrueerd. Dat is jaren geleden volgens mij. Dus ik denk dat ook hier wel passende metingen zijn verricht. Maar daar durf ik niks over te zeggen eigenlijk. Hij zegt volgens de WHO-norm, die dat dus is, zijn de waardes die ik noem kunnen eigenlijk geen kwaad. Maar er is ook een Duits instituut. En daar zeggen eigenlijk de deskundigen, alle waardes boven de 500 nanotesla worden als extreem hoog gezien. Ja, want je hebt ook van die mensen die denken dat die hoogspanningsleidingen, dat die ook allerlei elektromagnetische verschijnselen genereren die niet goed voor ons zijn. Bij veel van dit soort van dingen, dat geldt ook voor voedselveiligheid, dat geldt eigenlijk voor het hele circuit van veiligheid voor de mens, is natuurlijk het zwakke punt van al deze redeneringen is dat de mens nog steeds ouder wordt gemiddeld. We hebben het er net over gehad. Dat is voor alle mensen op de planeet een levensverwachting van 70 jaar geldt. Nee. Vaak worden we ouder met gebreken, maar we worden wel ouder. En dus over de hele linie kun je zeggen, is het... Nou ja, misschien moet je... Het klinkt een beetje cru. Bij het begin van de 20e eeuw was er, dacht ik, een wereldbevolking van 1,6 miljard mensen. Bij het eind van de 20e eeuw was de wereldbevolking 6 miljard mensen. Nou, je weet nu... Zijn we op weg naar nog meer. Maar goed, tot we een bepaalde top bereiken. En dan moet je dus ondanks alle oorlogen en alle onbeschrijfelijke ellende van de 20e eeuw. En het is nogal wat als je er naar kijkt, niet waar. Is dus de mens enorm een aantal toegenomen. Wat natuurlijk maar één oorzaak kan hebben. Namelijk dat het menselijk bestaan op betrekkelijk grote schaal aanzienlijk aangenamer en veiliger is geworden. Anders kun je niet van 1,6 naar 6 miljard toe. Oké, nou dat was het voor vandaag. Abonneer je op de nieuwsbrief van deze podcast als je niets wilt missen. De link die staat in de show notes. Dat ben je zelf, Van Rossum. Wat kun je zeggen van een eeuw waarvan pas 20% voorbij is? Begin het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste jaren van deze eeuw. Verteld door Maarten van Rossum. Veel mensen zeggen, nou dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten gaan. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon 's avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Level. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.